Dan kan ik gelijk aan wat omsmelten en dan kan ik iets meer meenemen nog. Kan ik die wrench ook meenemen en de wooden barricade. Ik heb gewoon plek. Het enige wat ik straks even moet omsmelten is. Oh nee, ik moet niks omsmelten. Ik moet één. Staat hij al aan? Ik moet wat scrap hebben. Ja. Ah, mooi. Ja, ik moet wat scrap metal hebben. Oké. Okay. Zodat ik. Ja, dat moet ik ook. Oh kut, nee, niet crowbar. Die crowbar kan ik net kan scrap maken. Metal meehalen. Zodat ik nog wat spijkers kan maken en nog meer animal traps. Ja. Nou, ik wil bijna die crowbar erin flikkeren, maar daar kan ik nog net waarschijnlijk wel een scrap metal ergens van afhalen. Ja. Maar weten jullie hoe je fresh tilled soil moet maken? Ja. Want ik heb 6 wheat seeds. Dan moet je met dat wat onder de ground tiller moet je er doen. Niet de tamperer, dat kutding zeg maar van die tapjes die eruit is gehaald. Maar dat doe je met de ground tiller. Oké. Okay. Een soort hoe is dat. Wel een handshot. Ja, ik heb 6 metal bars. Hoe heet die? Ground tiller? Ja, ground tiller, ja. Normaal moet je die wel hebben. Ground tiller. Oh jezus. Die wrench gebruiken we ook toch niet. Wat dit metal shard en een pipe. Aha. Nou, dat kost wel wat. En dan kun je eigen boerderij ding maken. Ja, maar dat wil ik wel doen eigenlijk. Huh? Dat mag. Moet verder nog iemand iets omsmelten al? Nee. Is hier nou allemaal nog meat in? Ja, mooi. Mag ik zo nog een crowbar lenen dan? Ik heb een crowbar met 200 durability. Oké. Okay. En ik moet nog iets hebben van metal brackets, zodat ik een derde kistje kan maken. Hier staan we, onder me. Dank u. Jij krijgt wat weed van me straks. Ja. Verder is hier niks? Had die jongen hier verder niks? Oh, dit was het hutje waar hij in wou... Je eerste wisseltruc. Een hatchet krijg je ervoor. Ligt op de grond daar. Dank u wel. Kan ik ook iemand op zijn bakken slaan. Ah, neem ik de charcoal eruit. Kunnen we nog een huis inslaan. Oké, okay, furnace gaat uit. Kun je die deur openen? Oh nee, enter access code. Die er niet is. Ah, hij zei ook dat als hij mijn base zou vinden, dat hij het helemaal zou kapot gaan maken. Oh, zo gemeen. Ja, wat een stoute jongen. Succes. Ja. Als we al zo lang bezig waren met een wooden shack inslaan. Je nagaan als je al die metal walls neer wil gaan slaan. Ja, inderdaad. Als dit is een wooden barricade. Ja. Ah ja, kun je even die furnace opzetten? Ah. Even kijken, charcoal. Oh, dat was mis. Charcoal op de grond. Ik wil hem aansteken. Ja, goed. Komt de zombie aan. Ik hoor een zombie op afkomen. Aha, en die valt maar weer aan natuurlijk. Ik heb ook 12 purified water bij. Deze. Nog 3 seconden, kom aan. 2, 1. Ja, ik heb zijn bloed. Ah, oké. Okay. Denk ik dat niet op mij steekt. Nee. Zit nou alweer rabbit meat in die dingen? Wauw. Dat gaat snel. Nee, daar moet ik meer spijkers hebben. Ik moet überhaupt nog een rabbit trap ding hebben, dus. En ik wil een die ground tiller. Ik wil een trap hebben nog, dat ik ook bovenop kan. Het valt wel mee hoe duur het is om te maken. Zo'n trap, ja, maar je moet gewoon een fatsoenlijke crowbar hebben. Ja, ik bedoel een die ground tiller. Drie scrap metal heb je nodig. Hmm? Ja, ik heb de zombie aan. Sampo doet nou wat. Sampo slaat één keer en is dood. Maar je kunt dus deze dingen gebruiken. Die kistjes. Ja, ik heb niet super veel HP meer trouwens. Ja. Genoeg, maar.
What the fuck ben ik allemaal aan het doen? Het zag er raar. Als je zo ging zitten, krijg je het er ook AP terug, zei je? Nee. Zie mij zitten dan, ik zweef. Ik ben een balansspelletje aan het doen. Als ik dit doe... Wee! Tijdmachine dit. Zal het zo. Ik kan hem ook openen vanaf hier nog. Open storage container. Open furnace. Klaar? Oh, daar is de jongen denk ik. Ik ga even de charcoal eruit halen voordat hij die ook meeneemt. Hallo. 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 Bye. Goodbye. Bye. Bye. Dat zal wel. What the fuck? Ik bloed nog steeds, liggen hier geen bandages of zo in? Ja, bandages bekomen hier dan. Dank u. Zo. Dan krijg je nog wat voor terug. Dan kun je ook weer metal bar maken. Ik heb 4 metal bars. Hier, een broken metal item. Wat de fuck, die zombie die teleporter gewoon weg. Dank u wel. Dat gewoon koken in een furnace en dan krijg je. Heeft er iemand stokjes? Nee. Ik heb een lighter. Nee. Nee, ik heb geen stokjes. Die had ik net bij me. Die heb ik weggekeld. Even geplant. Mijn inventory is echt hard vol trouwens. Ah, die van mij ook. Terug naar de base. Aha, sowieso. En dan even met die crowbar scrap metal maken, zodat ik een metal bracket kan maken. En dan kan ik tenminste een dedication maken. Anders kan ik niet meer wat storen. Aangezien in mijn ene kusje al vol is. Het left. Je moet ook even minimaal 3 scrap metal krijgen. Ik heb minimaal 1 eigenlijk. Waar ben jij eerst? Daar beneden nog? Achter. Ah ja, daar is. Hi yo. Hallo. Fuck. Hoeveel kost een kistje? Een nail, een metal bracket en een wooden plank. Nou, niet 1 wooden plank. Kost mij 4 planks. Nou, maar dat boeit niet. Wooden planks is echt... Samvel, blijf niet stilstaan. Kut, er komt er zo mee. Ja, ik hoor het. Maar in ieder geval 1 nail en 1 metal bracket. Ja. Dan 4 planks of zo, volgens mij. Ja, maar dat boeit niet. Dat heb je oneindig. Hout is het probleem niet in de game. Ja. Metaal is het probleem. Ja. Dan voor, ik vind dat wij nog een nieuwe beest moeten zoeken. Eigenlijk al, hè. Pak die andere beest, die waterbeest van die ene gast. Met zijn foundations. Ja. Nou, dan moeten we een metal gaan inslaan. Ja, nou, hè. Je hebt gezien hoe... Pak die Lord Reaper homo bij de naaste brandweerkazerne. Oh, come on, game. We moeten 1 scrap metal hebben. Waar zijn jullie nu? Ik ben... Met al die auto's daar? Ja. Ik ben... Yes, eindelijk een scrap metal. Mooi, nog een scrap metal. Ik heb nog 2 scrap metal. Kom maar op een gegeven moment... Yes, een dead heb ik ook. Maar ik heb eventueel scrap metal ook voor jou, Yves. Of had jij echt crowbar wel? Ik heb nog een crowbar. Oké. Yes, oh nee, kut. Broken metal item. Oké, ik heb... 3 scrap metal heb ik. Daar moet ik een ding mee kunnen maken, lijkt me. Waar is de base? Deze kant op. Kijk even alles kan droppen. Ah, een kistje. Een derde kistje kan maken. Dan heb je je eigen kistje terug. Ah, oké. Okay. Dan heb je eigen kistje, bedoel je? Maar ja, dan heb je nog steeds maar 1 kistje dan. Heb je daar genoeg ja, aan? Ja, dan heb ik een kistje maar. Hè? Huh? Heb je daar genoeg aan? Dat moet doen niet, nu. Waarom? Ja, komt wel. Je hebt die foundations heb je nog, toch? Ja. Oké. Okay. Dan kun je je eigen hoge base maken. Maar ik vraag me af of je dat wel overal kunt planten. Want dat had het net zo'n kutwerk als die tab. What the fuck? Oh. Is er? Oh, for fuck's sake. Damn, dat is groot zo één ding. Maar foundation?
Ja, dat is groot. Dan zei ik ja, 2 is genoeg wel op zich. Voor eerst denk ik. Om in ieder geval iets te maken. Dat is echt hoog. Op 1 kun je al genoeg kwijt. Ja, inderdaad. Moet je niet naar binnen? Dat ziet Patrick bij ons. Wat kunnen wij er nou nog inzetten? Bijna niks. We hebben bijna alles. Foundation doe je. Of zo. Maar wat we er gewoon nog in kunnen zetten. Ja, maar voor de duidelijkheid, ik zat dus net onder mijn tab. Vandaar dat ik zei, oh. Ik dacht dat ik vast zat, maar op een gegeven moment kom ik eruit. Met geluk. Ah, daarom, de foundation is een beetje groot werk. Maar sommige hebben ook heel hoog staan. Tenminste is er eentje in dat kleine greppeltje, zeg maar, tussen die twee dorpjes in, Pleasant Valley. Daar is echt een... Hoog dat hij is, ja, maar die heeft het ook fucking hoog. Dan kun je echt makkelijk met, zeg maar, de off-roader nog onderdoor rijden. Zijn ze dat allebei? Nee, dat is eentje. Wauw. Dat is wel heel erg extreem, inderdaad. Zijn die groter dan die van ons? Ja, dat is bijna even groot als een fucking tapje. Alleen je kunt geen auto neerflikkeren, maar... Kun je die andere er tegenaan snappen? Krijg je automatisch ook zo'n trapje wel? Ja. Ik dacht dat het Foundation Stairs moest zijn, namelijk. Ja, trapjes bijgeleverd. Krijg je bij IKEA ook, als je een hoogbed koopt, krijg je ook een trapje. Geen idee, ik kom nog bij IKEA. Maar ik geloof je. Ik weet niet dat hij snapt, ik denk het wel. Ongeveer. Ongeveer. Oké. Wat ik dan nu test is dat misschien naar de kloten. Oké, er staat wel nog een trapje tussen zo, langs de hele kant. Dat kloten dat die trapjes erbij blijven opstaan. Maar niet aan beide kanten, die komen allemaal aan één kant. Denk ik. Ja, maar als ik die tweede ernaast plaats, dan komt er een trap in het midden of een trap ervoor of een trap rechts. What the fuck? Waarom hebben zoveel mensen dan gewoon hun dingen goed staan? Okay. Die hebben gewoon ook zo'n platform, maar die hebben er ook 2 aan elkaar en er is er niks aan de hand. Fuck. Niet lief. Yay, nog een kistje. Heeft iemand voor jullie nog een charcoal? Ja. Zou ik die mogen lenen? Jawel. Ja. Het wachtwoord is anders. Wat is je wachtwoord nu? Dat is 4561. Bij wie zit ik eigenlijk in de base? Weet ik niet. De Sambo, is dat uw base? Ja. Ah, oké. Ik dacht dat ik bij Patrick zat, dat ik daar in mijn kistje kon gooien. Blijkbaar. Maar hij staat op politie auto. Hier staan voor, ligt er eentje op de grond. Houd die maar bij. Dank u. Even kijken, voor de barricade. Een plank, scrap metal. Wacht toch niet dat mijn base leeg wordt gerobd. Metal walls, hoeveel dingen zijn dat? 2 sheets. 2 sheets, 2 planks. En voor een gate, 2 sheets, 1 plank en een dingen, een bracket. Ja. Dus succes. Dank u. Ik heb al een derde kistje gemaakt. Nou ja, 2e kistje dan. Oh, maar ze alles dat ik er al in steek, kan ik er niet veel bij insteken. Weer de batterij. Oh, dat steekt niet. Nope. Battery stekken niet, nee. Sommige dingen wel, sommige niet. Het is echt... fucking random aan de ene kant. Kijk wat ik in dit kistje nog heb. Een metal shirt.
Ook nog bij. Charcoal erbij. Heeft er iemand een shotgun? Nee. Nope. Ik niet in ieder geval. Ik ook niet. Ik heb 36 kogels. Oh, ik heb een pistool of een hunting rifle. Ik heb daar 3 en 4 kogels voor. Ja, yeah, ik kan barbed wire maken. Yay. Sampler kan niet. Purified water en metal kogels voor. Helemaal. Ik heb nog wooden sticks trouwens, als je die moet. Moet ik hierin zitten. Dat mag. Ja. Ik ben nou alles even aan het sorteren, zodat het een beetje in logische kistjes zit voor mijn gevoel. Ik weet niet waar ik mijn farmpje zal neerzetten. Ergens. Wil je die sticks nog hebben of niet? Ja. Okay. Komt ze direct aan als. Oh, voor fuck's sake. En ze liggen alle 12 op de grond hier. Oh, wow. Ja, blur. Oh, diersteek ligt er nog in. Eat. Dirty water, lighter gebruiken. Brand barbecue. Yay! Lighter is zoveel fijner. Moet iemand van jullie nog dingen hebben? Nog weird seeds? Oh, weird seeds. Laat maar, ze zijn op. Maakt niet uit. Weird seeds boeien niet zoveel. Ik heb ze geplant. Yay. Yay. Hey. Blue backpack. Kun je die stacken, denk je? Nee, ja. Zeker. Nope. Even kijken. Boterham. Ja, fertilizer hebben we sample voor de plantjes. Ja, kan. Ik kan wel kijken of dat goed werkt. Ook vleer. Nou, kun je hem maken ook, normaal. Kun je craften. Ja, juist vleer. Ah, oké. Okay. Kogels. Ah ja, ik moet alleen nog even een boom hakken, dan kan ik een vierde kistje maken, of nou, je derde, of hoe je het ook noemen. Oh, nog een kistje. De deur staat even open, maar soms komen toch niet binnen in die dingen. Zeg mooi, zo ben ik die beren ook kwijtgeraakt. Nou ja, die beide beren. Gewoon naar binnen te rennen in je base en ze kunnen dat het kleine opstaande randje niet op. Dat is perfect. Wat was dat? Een boom. Dacht jij dat het auto ontploft was? Ik was in eerste heel bang. Ah, het viel me. Crafting. Wat staat dat ding? Storage container. Craft. Wat kun je dan nog met een batterij maken? Een bom. Als het goed is. Tenminste, dat roept Sam voor elke keer. Nee, ik denk dat dat zou kunnen. Ah. Ik heb niet gezegd dat het kon. Het lijkt me op zich wel. Ja, vier kistjes. Hoi. Hoi. Kijk, daar gaat het in. Wacht, ik ga even twee keer koffie maken. Koffie. Oh ja, dat moet in de fucking campfire. Het is kut dat we geen water in de buurt hebben.
is wel spijtig. Niet veel aan te doen. Nee. Beetje lopen. Oké, ga ik even twee keer koffie maken. Oh ja, wacht, jij wil ook wel koffie leren, denk ik. Ja. Heb je een koffie? Ground koffie ligt achter je. Ik heb koffie. Ah, heb je koffie al? Yep. Ik heb 12 zakjes koffie. Sowieso. Doe me duur. Heb jij nog suiker hebben voor in de koffie? Nee, ik heb ook nog wel een packet of sugar. Dus even twee keer koffie maken. Ja. In de barbecue. En dan alles weer uit, dan heb ik alles in de kistjes. Zit jij in de limit dan in jouw kistje of niet? Kan ik er niet mee doen? Voor walls of niet? Metal bars, nee, moet je met een sheet van maken. Van die metal bar. Ja, van een metal bar. Twee metal bars is één metal sheet. Ja? Nee. Ik kan nog een metal sheet maken. Au, 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 au. Ik werd gehurt door mijn eigen spikes. Die buiten staan. Heb jij nog een metal sheet? Wat? Ik heb nog wel een metal sheet, wat dan? Ik kan er nog niet maken. Ik ga eerst leren. Ik heb vol mijn microfoon. Wat leren? Dat is gewoon metal bar. Als je een metal bar hebt, dan moet je gewoon discoveren. Oh, weet je nog maar. Jij meer animal traps neerzetten, meer eten. Metal bar. Over. Jij nog een empty bottle meenemen? Ik moet even vier bottles werkt... vullen. Met die metal bars werkt het nu wel trouwens, hè? Of met die animal traps, dat als het hokje dicht is dat er iets in zit. Ja, klopt zo. Ja. Ik zag het. Ik ga denk ik even met de auto rijden. Ik heb toch verder niks van me. Succes. Met alles erin gegooid. Hm? Alles er even gezien gegooid. We zullen je nooit vergeten. Maar, nou, het enige wat dan mist is een frame backpack, een wooden axe, een makeshift bow en voor de rest boeit het geen zak. Ja, vier empty bottles, spark plugs en battery. Maar ja, voor de rest zit alles in mijn kistje. Juist, ja. Mag ik die fertilizer dan eens proberen? Kun je dat met die battle bar niet leren dan? Van mij? Ja, ik heb het geleerd, maar ik kan het zien dat ik nog andere dingen kon leren. Ah, oké. Okay. Oh, dat ding is echt hoog bij Yves. Ja, dat ding is echt hoog. Kom, gaan we met de auto erin. Kun jij even de deur open doen, Samfo? Jawel. Dat wou je hoor, toch? Ga je mee? Ja, nee. Waarom niet? Ik dacht dat Yves hier binnen was. Ja, Yves is hier binnen. Kun je de deur verder dicht doen? Ik ga even mijn water vullen, dus ik ga even op en neer rijden. Om water te vullen. Dat was mijn enige doel nu. Wil niemand mee, zeker weten? Ja, heel zeker. Oké. Okay. Ja. Ik blijf veilig bij Yves. Dat kan allemaal niet, hoor. Moet zelf in. Wil je zien hoe ik de fertilizer overheen schooi? Oh, zoveel kleine kutrotsjes hier, jongen. Dat is wel kut. Allemaal die kleine kutsteentjes in de weg. Dan ga je helemaal dood. Ja, wat moest ik met X doen? Ah, oh, dan moest ik X doen. Voor de tattoo. Ja, gaat er aan. Eerst even alles terugleggen voordat er iets gebeurt. Nou, ik denk niet dat het ontploft met fertilizer, maar je kan het gebruiken om gunpowder te maken, dus ik weet het niet zeker. Ja, klopt. En je kunt ook landmijnen maken. Met fertilizer, zeg maar, en dan dus die buskruid er allemaal. Yay, animal trap. Ik weet niet eens waar ik heen rijd eigenlijk, moment. Als iemand voor jullie eten nodig hebt, hè, kijk in mijn barbecue, daar zit echt genoeg in. Maar ik heb in mijn kistjes ook al wat zitten. Ik ga denk ik even naar ons oude dorpje toe. Kijken of daar nou al wat gespawnd is, maar qua hatchets, knives en al die shit. Dan flikker ik die hele auto vol, want dat kan natuurlijk ook nog. En dan heb ik alles mee. Wat vertrouw je ineens op die auto? Wie, ik hè? Oh, boeit dat jongen, ik vind het toch. Ja, ik heb niks baan, maar maak dat uit. Ja, maar dan moet je weer op het eind lopen. Nou, en? Maak dat uit. Dat is saai. Ik ben zelfs nou verticaal zo'n beetje een berg opgereden met die auto. Die auto kan alles. Wow. Ja. Maar nou moet ik dus alleen nog...
huizen vinden waar wat in zit. Wat probeer je? Het zag er zo stom uit. Mag kutteur, jongen. Nee.